wat mij en de moslims betreft, of de moslims die dan met mij in gesprek willen. Ik wil ze, en heb steeds geprobeerd ze duidelijk te maken, dat ik mij niet afzet tegen de islam. Ik ben geen islamofoob, ik haat het niet. Mijn ouders hebben mij opgevoed dat het een hele mooie godsdienst is. Later, op een latere leeftijd, heb ik ontdekt dat het inderdaad een mooie godsdienst is, een mooie cultuur, maar met wat lelijke moedervlekken, waaronder de manier waarop wij over vrouwen denken en de manier waarop wij vrouwen behandelen. Ja. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd in Nederland en daarbuiten daar de aandacht op vestigen. Niet om moslims in een kwaad daglicht te stellen, maar om de positie van vrouwen binnen de islam te verbeteren, zodat het hele godsdienst en zeg maar algehele mooie culturele stelsel is. Ja. We gaan daar met onze paneljongeren over discussiëren. Zij gaan met u in discussie. Toch wil ik nog even iets vragen. Want waar gaat het u nou eigenlijk om? Dat juist hoe de moslims denken over een aantal zaken, dat veranderd zou moeten worden? Of zegt u van nou, in de Koran staan ook nog wel een aantal teksten die er eigenlijk uit moeten? Nee. Je kan geen teksten uit de Koran schrappen. De Koran is er nu eenmaal zoals het is. Maar het is de gelovige die zich baseert op teksten in de Koran, die anders moet nagaan denken en anders moet omgaan met die teksten. Die teksten die zijn tot stand gekomen in de 6e en 7e eeuw. We leven in de 21e eeuw. En het is heel erg moeilijk om de verhouding tussen man en vrouw, die in de 7e eeuw bestond, om die nog steeds in de 21e eeuw toe te passen, aangezien dat de mensheid in het algemeen zo ontzettend vooruit is gegaan. Geert, jij volgt mevrouw Ayan Hirsi Ali op de voet. Jij hebt mevrouw Hirsi Ali ook nog wel wat te vragen, of je wil even een statement neerzetten. Ja, ik zou allereerst eigenlijk willen willen zeggen dat ik het heel bijzonder en waardevol vind dat u hier bent. En ik hoop ook dat doordat u hier nu bent, dat de discussie ook buiten de studio genuanceerder gevoerd zal worden. En ik wil eigenlijk mijn verwondering uiten naar u. Welk beeld u schetst van de moslim? U heeft het eerder gehad over de ware moslim en over, nu heeft u het over de moslim. En u schetst een beeld van een moslim dat de moslim ondemocratisch is. Dat de moslim een dubbele agenda hanteert. Dat de moslim zijn vrouw slaat. Dat de moslim of de islam geen wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap, aan de kunst, aan techniek. U schetst het beeld van een moslim dat de moslim eigenlijk in een permanent beledigd is. Zolang, of totdat hij de macht overgenomen heeft. In Nederland, dan zal hij niet meer beledigd zijn. En wat ik eigenlijk aan u zou willen vragen is of u ook een denkt dat er zoiets bestaat als een goede moslim en hoe die er dan uitziet volgens u. Ja. Dat is eigenlijk mijn vraag. Vraag, ja. Nou, het was een hele lange inleiding met ook wat misverstanden in de loop der tijd. En ik heb altijd bewondering voor burgers die kritiek hebben op politici. Uw kritiek aan mij is welkom. Ik wil niet een beeld schetsen van moslims als alleen maar slechteriken, mensen die de boel willen overnemen of mensen die hun vrouwen willen slaan. Ik zeg nogmaals, zoals ik ook in mijn inleiding aangaf, het is een mooie godsdienst, het is een mooie cultuur. De meeste moslims zijn in mijn beleving en in mijn waarneming hele goede mensen. Dat zijn gewoon zoals u en ik, mensen die gewoon bezig zijn met hun eigen dagelijks leven. Ze zijn geen terroristen, ze slaan allemaal niet hun vrouwen. Maar heel veel moslims in de hele islamitische wereld en binnen de gemeenschappen in de westerse wereld hebben een houding ten opzichte van seks en seksualiteit, de verhouding man en vrouw, die ertoe leidt, helemaal onbedoeld, dat zoveel vrouwen onderdrukt worden. Ja. En de feiten die liggen het voor het oprapen. Ieder blijft in mijn lijf te huizen. Dus ik zou heel graag willen dat moslims elke vorm van kritiek niet opvatten als negatief, maar dat ze ook gaan beseffen, dat ze gaan beseffen dat naar jezelf kijken en even kritisch zijn ook een goede eigenschap is. En wat ik moslims in het algemeen kwalijk neem, is dat zij de kritiek op de godsdienst gelijkstellen met degene die de kritiek uit en gelijkstellen met afwijzing. Ja, ik wijs de islam niet af, ik wijs alleen die onderdelen van de islam af die in strijd zijn met de rechten van mensen
en met tot terreur aandringen, ja. Ik wil Mehtab nog even het woord geven. Zij wil hierop reageren. U zegt vandaag dat u de islam een hele mooie godsdienst vindt. Met lelijke moedervlekken. Met lelijke moedervlekken. Maar u heeft ook in een artikel gezegd of zelf geschreven dat als de islam ophoudt te bestaan, dat drie groepen beter van worden. Homo's, vrouwen en joden. U vindt dus dat de islam moet ophouden te bestaan. Nee. En die lelijke moedervlekken, u vindt niet dat dat iets is van de cultuur, maar u vindt dat die lelijke moedervlekken gewoon iets zijn van de islam. Dus bent u nou tegen de interpretatie, tegen de cultuur of tegen de islam zelf? Als de islam, zoals die vandaag wordt toegepast, ophoudt te bestaan, dan zijn er inderdaad drie groepen die daarop vooruit gaan. Dat zijn vrouwen, dat zijn joden en dat zijn ook homoseksuelen. Waarom? Omdat op dit moment de meerderheid van 1,2 miljard moslims die drie groepen verschrikkelijk afwijst. Heeft u gehoord in de islamitische websites al die antisemitische taal die uitgeslagen wordt, ook door diegenen die niet in Arabische landen wonen, die helemaal niets met het Palestina-Israël conflict hebben en die toch Joden haten. Er zijn mensen die Koranteksten gebruiken om die haat te verspreiden. Wat is uw beeld van een goede moslim? Nee, wat is mijn beeld van een ware moslim? Dat is denk ik... Nee, maar mijn vraag is, ja, u heeft een beeld van een ware moslim geschetst in heel veel media. Heel veel krantartikelen. Maar is er een... wat is uw beeld? Bestaat er iets aan... Ja, een goede moslim. Dat is natuurlijk bestaat een goede moslim. Een goede moslim bestaat. En een goede moslim ziet uit zoals alle mensen die hier zitten. Mijn vader en mijn moeder zijn goede moslims. Dat zijn moslims en mensen die een vlieg nooit kwaad zullen doen. Dus Geert, jij vraagt aan mevrouw Ayan Hirsi Ali of zij een beeld kan schetsen van wat zij vindt wat de ware moslim is of de goede moslim is. Ja, de goede, ja. De goede moslim. Ja, nou, ik heb dat gedaan. Ik heb gezegd, een moslim individu is voor mij net zo goed als een katholieke individu, een atheïstische individu of wie dan ook. Een moslim die weet zijn godsdienst en zijn cultuur te combineren met de moderne samenleving waar we in verblijven of waar we in leven, dat is voor mij tussen aanhalingstekens een goede moslim. Want een slechte moslim en een goede moslim bestaat niet. Iedereen die zich schuldig maakt aan het onderdrukken van de ander of aan terroristische daden, die persoon zelf is schuldig. En als het mij opvalt en anderen, dat een heleboel mensen, bijvoorbeeld bijna alle terroristische acties in de hele wereld op dit moment, beroepen zich op de islam, dan zou ik als moslim, en zeker als iemand die opgevoed is, want de islam is ook een deel van mijn identiteit, Geert, dan zou ik zeggen, ik neem de verantwoordelijkheid om mijn eigen godsdienst, mijn eigen cultuur, mijn eigen opvoeding te bekritiseren, omdat ik erin geloof dat kritiek uiteindelijk, zelfkritiek uiteindelijk tot vooruitgang leidt. Oké. Ik denk dat u al regelmatig met dat ene gewraakte citaat bent geconfronteerd. Als u zegt, islam is een mooi geloof, en u noemt de profeet een perverse man, dan heb ik toch een beetje het gevoel dat die twee met elkaar conflicteren. Kunt u zich dat voorstellen? Zeker van een politica, hè? Als je een actievoerder bent, dan kun je je wat ongenuanceerder uitlaten, tenminste zo... De vraag is mij duidelijk. Mijn uitspraken over de profeet Mohammed, die handhaaf ik nog steeds. De profeet Mohammed is relevant voor de discussie in 2004 over hoe moslims, hoe de islamitische moraal gevormd is. Hij is de grondlegger van de islam. Alle moslims worden geacht zoveel mogelijk zich te houden aan het voorbeeld die de profeet Mohammed aan ons heeft voorgelegd. Ik heb gewezen in datzelfde interview op een heleboel dingen die de profeet goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld gastvrijheid, bestrijden van armoede, je bekommeren om de zwakkeren. Maar tegelijkertijd heb ik gezegd, een onderdeel van de moraal van de profeet Mohammed is, als we het meten naar westerse mate die wij toepassen nu, zouden we die pervers noemen. Okay, ik heb genoemd, ik wil even nog een keer het voorbeeld herhalen, dat een man in de 40 die seksuele gemeenschap heeft met een meisje van 9
Ik weet dat het in die tijd anders gold, maar in de tijd van nu, dat noemen we gewoon maar pedofilie. Daar is geen, moslim het, of geen moslim, maar er zijn vrij weinig moslims het met u over oneens, mevrouw. Echt waar? Dus het gaat mij over. Maar dan wil ik het, aan de andere effect. Moslims vragen. En mag ik eens vragen? Mag ik nog even doorvragen? Het gaat mij over het effect, of u zich realiseert wat voor effect op het debat. Hè, over het belangrijke doel ook, denk ik. Daar zijn we het wel over eens, wat u op zich voor ogen hebt. Of dat helpt. Of je daardoor met elkaar in gesprek komt. Ja, of natuurlijk. Of dat effectief is. Mijn doel is. Is niet dat we met elkaar in gesprek komen. Mijn doel is om datgene, het onderwerp waar we over hebben, of we daar het manier, bijvoorbeeld, ik hou me nu op de verhouding tussen de seksen, man en vrouw. Of wij de manier waarop wij als moslims daarover denken, die te kunnen wijzigen en te kunnen vernieuwen. Dus het gaat niet om dat u en ik met elkaar in gesprek komen. Ik heb betere dingen te doen. Het gaat mij om. Ja, maar dat is ook niet wat ik suggereer, mevrouw. Dat wij in gesprek moeten komen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel tussen moslims en niet-moslims. U hebt een doel om bepaalde dingen binnen de moslimgemeenschap te bereiken. En op het moment, u weet net zo goed als ik, op het moment dat u zegt, Mohammed is een perverse man, binnen wat voor context dan ook, dat niet helpt, op zijn zachtst gezegd. Nee, maar ik ben het niet met u eens. En u kunt zeggen dat. Dan zal ik u even een voorbeeld geven. Ik ben een moslim. Ja. En ik ben een Nederlander. Ik doe alles wat ik hier zou moeten doen. Ja. Op het moment dat ik u hoor zeggen dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, pervers is, dan beledigt u mij. Ik zeg u, als elk moslimman die aanzoek doet bij een minderjarig meisje en die krijgt te horen, is dat wel verstandig, steeds naar de profeet verwijst, omdat het profeet het voorbeeld is, dan vind ik het bediscussiëren van het gedrag van de profeet, vind ik relevant om de manier waarop wij over de profeet nadenken te wijzigen. Dat u zich beledigd voelt, beledigt mij ook, want ik denk, hey, waarom komt u en al die andere moslims niet op voor al die jonge meisjes, minderjarige meisjes, die uitgehuwelijkd worden aan oudere mannen? Ik geef het woord aan Bezime. Ten eerste verdient dat 9-jarige een correctie. Profeet trouwde met Aisha niet op de 9-jarige leeftijd. Dat was volgens mij 14, 15. Ten tweede vind ik het zo hypocriet dat u wanneer over onze profeet, vrede zij met hem, of als u het over hem heeft, dat u gelijk Aisha als voorbeeld neemt. Terwijl onze profeet, ik geef een ander voorbeeld, Khadija, ouder dan de profeet zelf, ook met haar is gehuwd geweest. Kortom, dat wat u doet is altijd, maar dan ook altijd, feiten zodanig omdraaien. Nu in dit geval Aisha. U weet donders goed dat er destijds andere normen en waarden golden. U weet heel goed ook dat hier binnen de autochtone gemeenschap de voor- en voorouders ook op dezelfde leeftijd bijna trouwden. Kortom, andere normen, andere waarden, andere tijden. En dat u dat dan zodanig omdraait, waardoor de profeet door een onwetende niet-moslim, die ook uw publiek is, als een perverse man neer wordt gezet. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En wat valt mij op? A, de ontkenning. Dat het Aisha niet 9 jaar was, terwijl alle bronnen in de hadith, moslim en Bukhari, alle informatie die wij erover hebben, wijst erop dat Aisha 9 jaar was. Mm-hmm. Goed, we kunnen daar over mening verschillen, geen probleem. Nee, maar ik was nog haar aan het beantwoorden. Ten tweede, wat mij ook steeds opvalt, ook bij u, is dat het opnemen van de profeet sterk aanwezig bij u is, dat u overheen heeft gelezen in dat interview dat ik gezegd heb, nadrukkelijk, gemeten naar westerse maatstaven, naar huidige maatstaven. Dus ik heb het heel duidelijk gezegd. In de westerse samenleving, eeuwen terug, hetzelfde het geval was. En dat u de normen en waarden onderhevig achter aan de tijd, dat vind ik zinloos. Dat modernisering pas plaats kan vinden wanneer normen en waarden ook worden gewijzigd. Dat is duidelijk. Ja, voorzitter, mag ik ook aan de panel vragen stellen? Ja. Wat vinden jullie nou van de situatie van moslimvrouwen, zowel in Nederland als daarbuiten? Wat doet het met je als je ziet dat een jonge moslimvrouw door haar vader wordt meegenomen terug naar Turkije, omdat ze
handjes heeft vastgehouden met een vriend en doodgeschoten wordt. En dat die man zegt, dat kan niet van mijn geloof. Wat doet het met jullie? Het gaat over vrouwen. Laat ik maar een vrouw in een panel. Shahida wil ik daar even op laten reageren. Ik wil daar graag op ingaan. Ten eerste, ik heb er zelf voor bewust voor gekozen om de islam tot mijn religie te maken. Dat is één, omdat ik er zelf van overtuigd ben dat de islam de eerste godsdienst is op deze aardbodem die ervoor gezorgd hebben dat de vrouw daadwerkelijk rechten heeft. Naast haar plichten die zij heeft ten opzichte van haar gemeenschap. Ten tweede wil ik ook aangeven dat al het onrecht wat vrouwen aangaat niet puur en alleen maar islamitisch is, maar van deze hele aardbodem. Als ik alleen maar moet aanhoren het feit dat elke 5 minuten in de Verenigde Staten vrouwen worden verkracht, dan weet ik niet of dat alleen maar te adresseren is aan de islam. Legt u mij dat eens uit? Ja, ik kan het u heel eenvoudig uitleggen. Ik ben het met u eens dat ten tijde dat de islam tot stand is gekomen, dat de situatie van vrouwen heel erg slecht was. En dat de profeet Mohammed de toestand van vrouwen verbeterd heeft. Maar vanaf die tijd heeft het denken over man en vrouw in de Arabisch-Islamitische wereld zo'n beetje stilgestaan. En in de rest van de christelijk-joodse wereld, wat wij nu het Westen noemen, dat is vooruit gegaan. En als ik een vergelijking maak tussen de toestand van joods-christelijke vrouwen, dan zie ik in omvang dat het een zeer klein minderheid is van joods-christelijke vrouwen die geen vrijheden hebben. Als ik dat afzet tegen de toestand van de islamitische vrouw in alle islamitische landen, maar ook de islamitische minderheden hier in het Westen, dan zie ik dat de overgrote meerderheid van Arabisch-Islamitische vrouwen laag opgeleid is of analfabeet. Dat zij slachtoffer is van geweld. Dat zij in Saudi-Arabië bijvoorbeeld de bron, zeg maar waar de heilige Kaaba staat, daar mag een vrouw niet eens auto rijden. Wordt een algehele apartheid toegepast. En uit die land komt geld en komen imams die ook naar Nederland komen en die vorm van islam hier prediken. En dat er een heleboel mensen zijn hier die dat ook nog eens overnemen. Ik wil nog even Bezi mee het woord geven. U beschrijft de praktijk, maar wat ik niet snap. Maar wat vindt u van die praktijk? Dat is het nou. Wij constateren samen met u eenzelfde probleem. Als voorbeeld geef ik aan vrouwenonderdrukking. Vrouwenonderdrukking is een fout die door vele andere kringen wordt gerechtvaardigd door diverse manieren. Maar wat u doet is een onderscheid maken tussen de mensen die eenzelfde fout begaan, daaruit pikken de islamieten en vervolgens persoonlijk worden en met niet bestaande, met onjuiste argumentatie proberen duidelijk te maken dat de islam vrouwenonderdrukking rechtvaardig. Ja, oké. Worden vrouwen in het algemeen mishandeld? Ja, door alle culturen. Door christenen, joden, seculiere mensen. In Nederland zijn melding gemaakt van 800.000 à 900.000 vrouwen die mishandeld worden. Maar wat constateer ik? Dat wanneer bij autochtonen niet-islamitische deel van de mishandelaars geconfronteerd worden met hun gedrag, dat zij dan meteen toegeven dat ze weten dat ze fouten doen en dat de slachtoffer, daar gaat het om, dat zij terug kan gaan naar haar familie of naar vrienden en dat zij geholpen worden. Het grootste probleem bij autochtone vrouwen is hoe halen wij die vrouw weg uit die man en uit die omgeving waar zij mishandeld wordt. Wat constateer ik bij moslimvrouwen? Op het moment dat een vrouw weggaat bij haar man, omdat hij haar jarenlang mishandelt en ze gaat terug naar haar vader, naar haar broers, naar haar familie, dan wordt aan haar gevraagd, waarom ben jij zo ongehoorzaam? Waarom ben jij zo lastig? En zij wordt teruggebracht. Ze blijven mijn lijf te huizen, gaan nou knokploegen van broers, neven enzovoort. En wat roepen ze allemaal? Volgens ons geloof moet de vrouw gehoorzaam zijn. En dan wil ik met u mee en denken, de islam is mooi, iedereen interpreteert de Koran niet goed. Maar in de praktijk wordt hoofdstuk 4
Vers 34. Als uw vrouw ongehoorzaam is, wordt letterlijk genomen. En jullie zijn moslims en jullie kijken toe. Tabu Huna heeft in het Arabisch woordenboek 10 verschillende betekenissen. Dus je hoeft het niet gelijk te interpreteren als sla ze. Sla je vrouw. Maar ik wil geen theologische discussie gaan ontketenen hier. Nee, maar dat voel ik ook hier. Niet. Maar oké. Okay. Dus, ja. Die altijd een interpretatie geeft die zij in die vers wilt zien. Dus zij interpreteert de Koran ook op een verkeerde manier. Zoals die eigenlijk geïnterpreteerd moet worden. Dus... Nee, maar ik heb ook gecorrigeerd. Ik heb gezegd, ik wil met u mee. En ik wil met de beste wil van de wereld met iedereen mee die zegt... wat daar staat is niet helemaal slaan. Nee, maar wat ik constateer, als ik kijk naar de manier waarop de hele familie omgaat met de slachtoffer van geweld, is dat die mensen het wel letterlijk nemen. En ik wil tuurlijk. Okay. Dus dan moeten jullie als moslim zeggen, maar dat mag niet, dat kan niet. Religie afkraken door pervers. Bezi mee? Ja. Nu ben ik even aan het woord, mevrouw Hissiari. Ja, we gaan de discussie doorvoeren, maar we gaan nu eerst even naar Memduh Beridi, want hij wil ook een issue naar voren brengen. Ga je gang, Memduh. Het is moeilijk, joh, om eventjes al die dingen achter te laten, omdat iedereen echt gewoon graag erop wil reageren en de tijd is niet echt heel erg riant. Wil ik even nog één ding zeggen, om eigenlijk alles een beetje kort samen te vatten. Er is een heel groot verschil tussen moslims en islam. En ik denk dat je daar gewoon een veel duidelijker scheiding tussen moet nemen. Als je naar een moslim gaat kijken in Indonesië of een moslim gaat kijken in Turkije, dat is een wereld van verschil. Of een moslim in Suriname. Ik denk dat je daar gewoon best wel wat realistischer en ook eerlijk naar mag kijken. En, maar goed, eventjes mijn punt. Ja. Ja, maar ook niet goed, omdat hij mij toch... terecht wijst, vind ik dat ik het recht heb om daar iets op terug te zeggen en door te zeggen. Maar dat doe ik voortdurend. Ik zeg tegen iedereen, maak nou een onderscheid tussen geloof en gelovigen. En dan nog, er zijn inderdaad heel veel verschillen tussen alle moslims, of ze in Indonesië, Pakistan, Saudi-Arabië of hier zijn. Maar er is wel één overeenkomst. En dat is de manier waarop mens de seksuele moraal in de islam toepast. En dat is een manier waarop in al die verschillende etnische groepen en nationaliteiten de vrouw wordt wel onderdrukt. Een van de belangrijkste dingen is ook dat je de bespreekbaarheid van een hele hoop problemen veel minder maakt. Ik bedoel, je kwets mensen zo ontzettend dat ze ook echt niet meer over dat probleem willen praten. Zodra ze op een gegeven moment iets horen zeggen, denken ze, hé, Ayaan Hirsi Ali, we willen nu het over praten, klaar. En de geloofwaardigheid. Memduh maakt zich dus zorgen over het effect van de discussie zoals u die voert. U bruskeert en kwetst mensen. En ik constateer dat de mensen die hier zitten, maar ook mensen die zichzelf hebben georganiseerd en die zeggen dat ze moslimorganisatie zijn, zich voortdurend mij aanvallen en zeggen dat ik hen kwets, maar dat zij blind zijn voor het feit dat moslimvrouwen in Nederland verkracht worden, dat ze vervoerd worden naar het land van herkomst en daar achtergelaten worden, dat bijna alle moslimmeisjes die nu zich willen emanciperen en vooruit willen, hartstikke bang zijn voor hun ouders, dat ze meegenomen worden, dat ze geslagen worden. Weet u wat? Ja, de cijfers, 60% van alle blijven mijn lijf te huizen op dit moment zitten. Oké, dat zijn blijven mijn lijf te huizen. Nee, maar ik heb hem laten uitpraten. Zou ik ook mogen uitpraten? Tuurlijk, gaat u gang. En ik constateer dus dat het A, ontkend wordt, dat B, iedereen zich sterk maakt om de consensus die bestaat zowel in de islamitische wereld als islamitische minderheden hier, om de vrouw een kop kleiner te maken en te onderdrukken, dat het hier ook gewoon in stand wordt gehouden, dat jonge vrouwen die opgevoed zijn als moslims, zeker opgevoed zijn met een hele mooie godsdienst, maar dat een onderdeel daarvan is dat ze ook opgevoed zijn zich te schikken in die doctrine die hen onderdrukt. En wat ik denk niet dat wij vandaag tot elkaar zullen komen. Het heeft ook geen zin, maar wat ik graag zou willen is dat jullie ook echt, en het is noodzakelijk in deze tijd en het is zeer urgent, vasthouden aan het feit dat de islam heel mooi is, maar ga alsjeblieft wakker worden, schud die blinde vlekken weg. Ik heb uw column ook wel gelezen in van 30 oktober, daarin heeft u weer over het plaatsen van Allah boven individu en gewoon een Sorry. Oh ja, dat u nu over mijn columns heeft, prima. Is ook een van zijn vragen. Maar goed, maar ik daarom geloven daarover. Wij toch ook column vandaar over de dat je het geloof noemt. Op het moment dat je gelooft, plaats je per definitie toch God boven je? Ja, als je gelooft, uiteraard, maar wat is uw kritiek mevrouw Hirsi Ali, u mag daar nog op reageren. Ja,
als je gelooft, ik geloof niet in Allah, ik geloof niet in engelen, ik geloof niet in de duivel, ik geloof niet in hiernamaals. En ik vind het helemaal niet erg, God, ik vind het helemaal niet erg als mensen daarin geloven en mensen daarin willen geloven. Prima. Maar op het moment dat het geloof in iets wat u en ik in ieder geval niet kunnen bewijzen dat die bestaat, boven de welzijn en de mensenrechten van het individu wordt gesteld, dan krijgt u problemen niet alleen met mij, maar iedereen die gelooft in de vrijheid en de welzijn van het menselijk individu, man of vrouw, gelovige, ongelovige, homo, hetero. Je zegt dat het een mooi geloof is, maar je hebt het wel over een achterlijk geloof. Ik bedoel, hoe kun je die twee dingen samenbrengen? Ja, daar mag ze op reageren. Prima. Ja, het is een achterlijk geloof, of een, zeg maar, een achtergebleven cultuur en geloof, omdat men blijft volhouden dat datgene wat in de Koran staat absoluut waar is. Het woord van God is en van toepassing is op aller tijden. Dus de mensen, en heb ik nog steeds weer over die mensen, en dat zijn de overgrote meerderheid, die die regels, en dan nog als voorbeeld, ook in Nederland, de manier waarop ik, hoofdstuk 4, vers 34, als uw vrouw niet gehoorzaam is, slaat u haar. Dat bedoel ik. Ik wil tot slot Arienne nog even het woord geven. Ja, ik had nog een vraag, namelijk, u bent politica en u wilt, zeg maar, diplomatisch gezien uw doel bereiken. Nou vraag ik me af, zeg maar, door... De woorden zijn al gevallen, we voelen ons beledigd, of mensen voelen zich beledigd. Heeft u daadwerkelijk, zeg maar, het idee dat het doorkomt? Is het niet noodzaak om een stapje terug te doen? Dat het net wat aannemelijker wordt, de boodschap die u brengt. Want bepaalde aspecten van vrouwenonderdrukking wereldwijd, in deze die u aanpakt, zeg maar, binnen de islam, heeft het niet net wat meer effect als het wat aangenamer wordt en dat, of aangenamer, dat het net wat bespreekbaarder wordt. Wat genuanceerder. Wat genuanceerder. Ja, maar ja? Dat is een hele goede vraag en die krijg ik de hele tijd. En ik zeg ook dus voortdurend, ik heb niets tegen de islam. Ik zeg niet dat alle moslimmannen hun vrouwen mishandelen. Maar ik constateer, daar waar een regel is in de Koran, verder uitgewerkt en uitgelegd in de hadith, dat hoef ik u niet uit te leggen wat dat is, en dan in grote getalen toegepast in de praktijk, het maakt allemaal niet uit hoe ik dat breng, als mensen een echt enorme, geweldige culturele beweging zoals de islam, cultuur en godsdienst, niet gewend is kritiek te hebben, dan is alles, maar dan ook alles, beledigend. Alles is schokkend, alles is provocerend. En dit is een hele moeizame drempel waar we allen overheen moeten. Okay. En als u mijn manier bekritiseert, dan nodig ik u uit en u en u en u ook, om zelf met een eigen manier te komen om die misstanden die daar zijn, die aan de kaart te stellen.